Het is super warm, dus de voegwerken liggen wel stil. Maar kijk, al dat is al gedaan door mijn vriendinnen. Dat stukje nog. En blijkbaar. Hier dat stukje nog. Maar als het zo warm is, dan. Dan droogt dat te snel en hecht dat niet goed af voedsel. Dan moet je dat nat maken en zo heel een tijd. Dat zijn zo zakken van 25 kilo. Like cementzakken en zo. Hè. En daarmee van die bovenste strook. Ja, ik denk. Hetgeen dat nu in beeld is, is wat hij doet met één zo'n zak hooguit. Veel meer dan dat zal het niet zijn. Dus daar gaat superveel. Nu al, dat ligt ook aan uw metselwerk. Wij hebben redelijk. Kijk, ik kan hier. Ja, mijn hand kan. Nee, dat is niet waar. Mijn hand niet meer. Dat is redelijk diep allemaal, zie je dat? En dan moet natuurlijk goed gevuld. We voegen niet tot. Hier, dat stukje is gevoegd, dus er zit nog redelijk diep. Maar daar zit veel in, hè. Anders gaat dat niet. Het is blijkbaar ook duurder gewoon, het voegsel. Gelijk alles in het leven. En de plantjes. Allemaal. Ja, nu moeten we nog zelf donkerder van tussen halen. Hè. Maar kijk, hier zie je al heel goed. Dat is zo'n bodembedekker. Dus een keer dat dat echt goed rond die planten groeit. Dan hebben we dus grote bloemen. Ja, dat gaat nog veel groter worden. Dat wordt bijna een meter hoog, denk ik. Of zo, zo. En die zijn al, die waren blauw. Die zijn ondertussen, of paars. Die zijn ondertussen al uitgebloeid. Maar dus, en die grassen worden ook super groot of hoog. Dus je hebt dingen in de hoogte en dan op de grond bodembedekkers dat er niks. Dat is de truc, hè. Alleen niet van onze tuinarchitect, hè. En die moeten we er nog van tussen. Dat is, dat hoort niet bij het plan. En hier. Ah ja, mijn boordje. Ik moet nog altijd oefenen, hè. Dat is mijn boordje. Het is vooral, de truc is vooral recht door te gaan. En hier, hier hebben ze zo wel, allee, we hebben er wel deels, hier hebben we nog het meest gras en zo, dat zijn echt grassprieten dat er tussen groeien. Dus hier hebben we nog het meeste werken met onkruid ervan. Plus ja, dat is een groot oppervlakte eigenlijk al. Hè. En misschien dat er hier ook wat te weinig planten gezet zijn, dat zou kunnen. Kijk, maar like daar is dat vol met bodembedekker, dat is goed, daar gaat er niks niet meer tussen, of toch niet veel niet meer tussen komen. En daar hebben we wat aangevuld. Maar eigenlijk moet je van die houtsnippers, wat is het, je moet daar, dat is 10 centimeter of zo, je moet daar echt een heel dikke laag van leggen, als je wilt dat er geen onkruid doorkomt. Dus je moet echt heel veel houtsnippers hebben. Dat zijn ook nog bloemetjes die, hier zijn ze. Wacht, zo zit het. Hier groeien ze minder hoog, maar ze bloeien wel rapper. En daar in de schaduw groeien ze hoger, maar bloeien ze minder snel. Ik ben mij aan het afvragen of dat die. Ik ga een spietje vragen of dat geplant is of niet. Die super hoog. Het zal wel zeker, want ze staan daar nu wel heel toevallig. Het is zo, dat zie je wel, het is zo in groepjes. Hè. Kleine clustertjes, die is niet geplant. Die moet er nog uit. Ja, het zou kunnen dat dat geplant is, hè. Ja, en hier zie je ook goed, kijk. Dat is ook een boordje dat ik met die bosmaaier gedaan heb, hè. Eigenlijk, als ik een tip mag geven, het is eigenlijk makkelijker als je een organische vorm hebt. Dat je kan afdoen, dan dat rechtstuk van daarjuist. Want dat rechtstuk van daarjuist, als dat niet recht is, dan valt dat direct op. Buiten hier, als je een keer. Kijk, daar heb ik een klein bochtje gemaakt en zo. Alleen, dat valt allemaal zo niet op als dat niet recht moest zijn. De mol, die is ook terug van de partij dit jaar. Ik ga even overleggen met Jos de kat waarom, hoe dat kan. Hoe dat mogelijk is dat beest nog leeft. En ja, over de katten. Wacht. Ik was hier dan gisteren met die bosmaaier die een boord hier aan het afdoen. En ik was daar bezig en een van de kindjes vroeg zich, ik draai mij om. En terwijl ik mij omdraai,
heb ik hier, hier een dienerest gesneuveld. Wacht, hij ligt hier nog hier. Die... Ja, die is... Kan dat proberen lijmen, hè? Zou ik dat lijmen? Ja, je ziet al gezien ze, de bazin. Kijk, het is hersteld, denk ik. Voilà, het is hersteld. Ja, die was, dat was een foutje van mij. Maar die staan misschien ook een beetje te dicht op de rand, hè?